Yo, Nintendo fans! Welkom bij deze Super Mario Odyssey playthrough waarin ik jullie uitleg hoe je zo snel mogelijk alle werelden uit kan spelen. Vandaag gaan we naar het Merenrijk. En in de vorige aflevering hebben we het Woestijnrijk gedaan. Dus als je die wil zien, ga die video ook even checken. Doe je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En daar gaan we, jongens. Het begint al donker te worden. En dit is dan het mooie Merenrijk. De Broodles zijn hier ook weer van de partij. En deze duurt niet zo lang. Er is een heel deel namelijk wat je kan skippen in dit Merenrijk. De Broodles zijn boven het meer. Die gaan we wel verslaan voor de Multimoons. Die hebben we sowieso nodig. Dus dat gaan we sowieso doen. Maar eigenlijk over dit hele stuk hier. Hier hoef je je geen zorgen te maken. Het kan wel als je het wil, maar als je het zo snel mogelijk wil doen, dan ga je hier naartoe. Dappadapadam en dan hoppakee, heb je hier, oh, moet ik wel even goed springen. De eerste maan in dit koninkrijkie. Lekker bezig, dan gooi je je cappy hier, dan ga je hier zo omhoog. Maak je een dubbel jump via de muur, hoppakee, zo, naar boven. En ook hier moet je naar boven, dan kan je hier op. Ah, ja, ah, daar dus. Dat moet ik nog een keer doen. Nogmaals, ik ben geen speedrunner, jongens. Ik vind het gewoon leuk om dit uit te leggen en te proberen. Je zou kunnen proberen om met een triple jump sowieso al hier hoger uit te komen, waardoor je iets veiliger... Ja, nou, oké, we gaan weer terug. Iets veiliger daar kan uitkomen. Nog een keer. 1, 2... Oh, ga nou eens weg, joh. 1, 2, 3. Dan kom je hoger uit. Zo, en dan kan je hier op dit platformpie... Als je het goed doet, kan je in één keer deze zipper pakken. In één keer uit de jump. Dus dat is helemaal chill als je dat kan. En dan hoppakee. Dan maak je dit open. Dan ga je lekker daar naartoe. En dan hier deze maan. Dat is de volgende. En zoals je ziet hebben we er maar 8 nodig. Dan kan je hier gelijk een cheap cheap pakken. Hier beneden in het water. Dit valt ook allemaal precies uit te kienen. Zodat je hier geen tijd verliest. Cheap cheapje pakken. Maantje hier pakken. Let's go. Dit is de volgende. Je draait je om. En dan, als het goed is, zie je daar Plessie al. Ja, ja, Plessie. Oh, je moet wel natuurlijk in je cheap cheap blijven. Even de controls uitvinden. Ja, zo gaan we omlaag. En als je I en B tegelijkertijd indrukt, dan doe je een boost. Dus dan, zie je, dan ga je sneller. Let's go. Oké, Plessie. Geef me even jouw maantje. Lekker. En dan heb je hier beneden een pilaartje. Deze. En daar zit ook een maan verborgen. Dan moet je dus even B en I tegelijkertijd indrukken. Of nee, sorry. Dat moet je niet doen. Je moet even met je controller schudden. Ja, zie je? Dan moet je met je controller schudden. En dan heb je hier ook weer een maatje. Dus het gaat echt knijtertje snel. Ik krijg hier gewoon zin van om het gewoon echt te gaan doen. Om gewoon echt een speedrun te gaan proberen, jongens. Ik vind het wel superleuk om dit uit te zoeken en uit te leggen aan jullie. En nogmaals, als je dit ook vet vindt, doe even je duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. En vergeet niet te abonneren. Even kijken hoor. Dan moest je hier ergens naar boven. Even kijken. Ik weet niet precies waar dat was. Laat me even zoeken hoor. Oh ja, daar wil je naartoe. Ik zie hem al. Dus je bent hier bij dit platformpie. En terwijl je deze moon pakt, zou je de camera al kunnen draaien. En dat is waar je naartoe wilt. Daar naar boven. Dus je wil hier naartoe. En dan spring je hier uit het water. En dan moet je dus op dat randje landen. Dus even kijken of dat gaat lukken. Zo. Ah, ik was net iets te ver. Kijken of we iets dichterbij kunnen komen. Zo. En dan... Dit is een shortcut naar de baas. Even kijken. Zo. En dan... Ging er net niet uit. Dat is jammer. Go, 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 go. Eruit. Oh, bijna, bijna, bijna. Jullie zien nu ook de struggles. Welke punten in de game gewoon het moeilijkst zijn. Zorgen dat je er goed onderuit komt. En dan zo. En dan zo. Juist. En dan ben je boven. Lekker. En dan kan je dus door naar de baas. Naar de laatste 3 moons die je nodig hebt. Nou zijn hier ook allemaal trucjes voor deze baas. Om dit super snel te doen. Het heeft te maken met het maken van een backflip en een ground pound. En dan kan je weer omhoog springen en dan maak je nog een ground pound. Ik weet niet of het gaat lukken. De bedoeling is in ieder geval dat we in het begin keihard met een triple jump naar hem toe jumpen. Oké, we gaan het gewoon proberen om met een triple jump en een dive gelijk op zijn hoofd te springen. Let's go, we gaan kijken of het lukt. Daar zijn ze, de Broodles. En nogmaals, in een speedrun, dan skip je dit gewoon keihard. Maar ik vind het wel leuk om dit gewoon in de video te laten. What up, Broodles? Ze hebben de paddeljurk al. Het past perfect bij baas Bowser en ze geven hem echt niet terug. Nou, dat gaan we nog wel eens zien. Dat gaan we nog wel eens zien. Hij gaat beginnen. Ik loop gelijk op hem af. Dan moet ik wel een dive doen. Ik deed geen dive. Ah, nee, nu is het al verpest. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dan wil je dit eigenlijk wel skippen, want dan kan je dus die triple jump en die... Oh, lekker! Dan nu. Wil je... Nou ja, dit weet ik niet precies. Dit weet ik niet precies. Je kan dit dus super snel doen, maar dat moet ik gewoon nog uitvinden hoe dat allemaal moet. Anyways,
Wat je ook kan doen om hem op de normale manier te verslaan, is dit. Bam. Ga eens kijken of het lukt. Nee, het lukt gewoon niet. Ik had het jullie graag ook laten zien, maar ja, zo pro ben ik nog niet in Mario Odyssey. Let's go. Dan doen we het gewoon op deze manier. En hotseflats, raken we hem voor de derde keer. En is het klaar met deze Brutal. En daarmee pak je dus de laatste 3 Power Moons die je nodig hebt hier. In dit kingdom. En dan ben je gewoon al klaar, jongen. Dit kingdom, dit koninkrijk, dit gaat echt supersnel. Als je dit allemaal beheerst, dan denk ik dat je echt in 2 minuutjes klaar kan zijn, maximaal. Nou, laten we gewoon even voor de fun nog kijken waar de eventueel andere maantjes zijn. Ik bedoel, anders is de video ook zo snel afgelopen, hè? Deze heb je dus allemaal niet nodig als je dit supersnel wil doen. Volgens mij is er hier eentje. Dan moet je dus al deze muzieknootjes pakken. Kom op, Mario. Tempo. Tempo. Ronddraaien. Ja. Ah, nee. Kom op. Ja, lekker. Lekker. Ja, en dan verschijnt hier een maantje inderdaad, als je die allemaal pakt. Maar nogmaals, de maantjes die ik nu pak, heb je dus niet nodig voor je speedrun als je dit heel snel wil uitspelen. Ik weet ook niet uit mijn hoofd eigenlijk waar de rest van de maantjes zit, hoor. Daar moet ik echt even naar kijken. Zit er bijvoorbeeld daar een? Volgens mij op dit moment nog niet, want we kunnen niks met het blok doen. Zit hier wel van deze muntjes, van die paarse muntjes? Zit hier bij die vogel een? Is dat een ding? Of hier bij deze rits misschien? Zit hier bij deze rits eentje? Even de Tetris blokje eruit plempen. Gaan we even hier omhoog walljumpen. Ah, nee, helaas. Nou, dan gaan we maar gewoon volgens de normale route. Dit is volgens mij de normale route. Als je dit normaal speelt, dan ga je meestal hier naar beneden. En dan ga je hier helemaal doorheen zwemmen. Maar ja, dit stukje, dit kan je dus gewoon echt helemaal skippen gewoon, hè. Als je deze snelle playthrough wil doen. Hier ligt wel zo'n vrucht, zo'n ding. Zo'n kastanje, weet ik veel wat het is. Noot. En hierachter zitten wat van die paarse muntjes. Oh, hier zit ook gewoon... Zit hier een moon? Ah, ja, kijk, hier zit gewoon een moontje in een kistie. Maar ja, dit kost dus normaal gesproken veel te veel tijd om deze te pakken. Dus dat is als je hier naar beneden valt en dan rechtsaf gaat. Als je linksaf gaat, kom je hier terecht. En heb je hier de checkpoint waar je inderdaad op een gegeven moment dan ook uitkomt bij Plessy. Kijk, daar is Plessy. En dan ben je weer bij hetzelfde stukje. Hier in het water zit ook nog een moon verstopt natuurlijk. Hier, want je kan hier 5 van die kleine maantjes gaan zoeken. Maar ja, ook dat kost veel te veel tijd. Laten we even hier doorheen gaan. Gewoon voor de fun. Hotseflats. Kijk deze Chief Chief. Wat is dit voor deur trouwens? Ah, kijk, puzzeltje. Wacht even. Moet deze hier? Ja, maar wel op de goede manier. Oké. Is dit het? Ah, ook niet. Is dit het? Volgens mij heb ik hem nu. Volgens mij heb ik hem nu wel. Ja, toch? Ja. Zo, ik was dit echt helemaal vergeten, joh. Deze maantjes hier. Let's go! Even kijken waar die andere kleine maantjes allemaal verstopt zitten. Zit er hier toevallig één? Hallo? Oh nee, hier is ook een puzzel. Oh ja, deze puzzel weet ik nog wel. Bam! Dan moet je inderdaad een sleutel vinden. En die sleutel zit hier ergens aan het einde van het level. Wat ze vlots. Volgens mij heb je deze dingen ook niet per se nodig. Want als je zo ver springt en dan zo, dan kan je ook wel naar de meeste platforms warpen. Dus volgens mij hoef je dat stukje met die ritsen allemaal niet per se te doen. Geef me de sleutel! Let's go! Doei! Yay! Deze is ook voor mij. Lekker het ritsravijn. Nou, dat klinkt alleen al lekker. Zit hier achter de kisten misschien zo'n klein maantje? Ja, daar zit er ook één. Lekker, die hebben we ook weer te pakken. Volgens mij zaten er ook maantjes aan die kant. Ja, hier zit er één. Oh, en de andere zag ik ook al. Hier doorheen. Ah! Ja, waarom pak ik eigenlijk geen Cheep Cheep? Dat gaat veel sneller. Sowieso. Dat is sowieso een goede tip, denk ik. Als je hier in het water gaat, pak altijd een Cheep Cheep. Want het gaat echt super veel sneller. Daar is onze volgende maan. Let's go. Maanstukjes in het meer. Ja, en er zal hier vast ook nog wel ergens een maantje zitten. Maar waar? Bij jou? Je hebt me gevonden. Dat is een beloning waard. Ja hoor, ook een maantje. De geheime kamer. Lijkt Harry Potter wel hier, joh. Kan ik hier lekker naar boven via walljumpies? Ja, dit zijn allemaal moentjes. Hier beneden zit er ook een. Hier beneden is volgens mij Toadpaas. Maar dit moet je echt super snel doen. Ik haalde dit nooit, volgens mij, zonder een stukje van mijn leven te verliezen. Moet ik hier niet gewoon met een Cheep Cheep inspringen? Volgens mij was dat het ding. Dat je een Cheep Cheep pakt en dan kan je hier inspringen. En dan gaat dit echt een stuk sneller. Kijk maar. Ah, la 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 la. Let's go, Mario. Let's go. Je bent er bijna, vriend. Je bent er bijna. Je bent er echt heel bijna. Ga naar Toadbaas. Kom op. Kom op, zwem.
Zwem! Zwem! Ja! Op de laatste seconde. Oh man, maar hoe kom jij hier dan? Jemig, heb jij gewoon de buis gepakt of zo? Doei, mazzel! Oh, en kijk, zij heeft er de dingetje nodig. Hoe heet dat? Noot. Wortel ding. Hier in de shop is ook nog een extra maandje, zoals in elke wereld. Maar jongens, ik denk dat ik er genoeg van heb hier in het Merenrijk. Ik ga mijn kont terugwarpen hier naar de Odyssey. Mazzel. Want nogmaals, de Odyssey heeft in deze wereld maar 8 maanden nodig. Dus dat hele tweede deel van deze video hoef je niet te doen. Maar vind ik gewoon leuk om jullie wat gameplay ook nog te laten zien. Let's go! Lekker gedaan, Mario. We laden de Odyssey nog een klein beetje meer op. En we hebben nu gewoon al 50 maatjes gepakt in 4 werelden. Dat gaat best wel lekker. Voor de volgende video moeten we naar het Bosrijk. En daar heb ik ook wel zin in, want dat is ook best wel een uitgebreid en soms lastig koninkrijk. Dus als je dat wil zien, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!